één jaar grootschalige Russische invasie van Oekraïne. De snelle verovering die Poetin voor ogen had, die is mislukt. Hij onderschatte de Oekraïners. Hij onderschatte Europa. Hij onderschatte de NAVO. En één jaar na de inval zijn eigenlijk geen van zijn militaire en politieke doelen in zicht. The Ukrainian army, the Ukrainian government and the Ukrainian nation had been proven stronger than many expected. De mensen die daar vechten voor Oekraïne, dat zijn ook leeftijdsgenoten van jullie, van de studenten hier in de zaal. Burgers die opgeleid worden, militaire basistraining krijgen, maar die wel gaan vechten. Een loopgraven die, denk ik, ons allemaal doen denken aan de Eerste Wereldoorlog. Rusland wil graag het initiatief overnemen. We laten ons een beetje te makkelijk misschien beïnvloeden en het ook nog een klein beetje aanleunen. Het lijkt nog zo ver weg. En toen was Oekraïne ook al gewoon de controle over de eigen grens kwijt. Welke stappen ziet u dat wij als Nederland zelf moeten maken? Dat een Oekraïne zelfstandig kan nadenken, dat bestaat niet in het denken van Gumilyov. En dat denken van Gumilyov is heel diep verankerd in de Russische samenleving. Ik hou nog even het grotere plaatje vast. Even daar de temperatuur meten. Eensgezindheid, dat is eigenlijk het machtigste wapen dat we hebben. Als Poetin hiermee wegkomt, dan is de wereld zoals we die kennen geen gegeven meer, maar een kaartenhuis. Daarom is deze oorlog ook onze oorlog. En dus ook jullie. Ik vond het een heel mooi evenement. Het werd ook goed ingeleid door de minister. Heel breed zijn meerdere punten geraakt. En ik vond het vooral nuchter en realistisch. Interessante discussies ook, want er is natuurlijk ook heel veel onduidelijk. Dus heel verhelderend, zeker. Het is echt een wake-up call geweest voor veel landen natuurlijk. En het versterkt alleen maar hoe belangrijk defensie en onze eigen weerbaarheid is. Voor iedereen is het denk ik belangrijk, omdat het ook erg te maken heeft met de toekomst. Dus vooral de jeugd. Dit is ook een hele belangrijke bijeenkomst om mensen bewust te maken van wat er gebeurt en wat er moet gebeuren en wat er mogelijk gaat gebeuren.